Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Golfcourse Bakkerbos en Niveau Euregio Magazine. Unieke situaties en niet alledaagse beelden. U ziet het bij Niveau TV Magazine. Ja, lekker hè, zo'n knapperend kampvuurtje. Lijkt wel of op het strand zitten in Saint-Marie de la Mer, waar ik een keer een reportage gemaakt heb over de zigeunertreffen, de bedevaart van de zigeuners. Ieder jaar verzamelen zich daar misschien wel 10.000 zigeuners om hun patroonsheilige Sarah, de zwarte Sarah, die staat hier ook, te eren. Ze brengen er dan letterlijk met paard en met paarden al de zee in. We zijn nu al in Roermond en de reden dat we hier zijn is dat de Nederlandse zigeunersfamilie Roma en Sinta ook zo'n treffen hebben. Dat is in Roermond, zoals gezegd, en vanavond is de opening. En u al bent erbij deze keer met Niveau TV Magazine. Het is echt een besloten feest van vanavond en het is eigenlijk de eerste keer dat er een cameraploeg of een journalistenploeg bij mag zijn. Dit is dan de Sarah. De zwarte Sarah in Saint-Marie de la Mer is een poppetje wat nog niet de helft is. En dat is helemaal afgedekt met jurkjes die ze meebrengen. Dus die pop is zo groot alleen van de jurkjes die ze eromheen hangen. Dat brengen ze mee van heinde en ver en dat hangen ze allemaal in een heel klein bedompt kapelletje. Onderin tussen de kaarsen hangen ze dat eromheen. Dat is een heel komisch gezicht om te zien. De man in charge hier is Hannes Weiss, dat is het opperhoofd. Als die het goed vindt, dan mogen we doen wat we willen. Iedereen vraagt het aan Hannes Weiss, de grote baas. Zijn wij. En hier hebben we de nieuwe versie met mobiele telefoon. Wat je nou hoort, dat is het Romanes van Hannes Weiss die dat doet. Het is een ongeschreven taal. Is dat niet zo? Ongeschreven taal. En ja. Dat geldt dus ook een beetje? Het is een ongeschreven taal. Ongeschreven taal, ja. En ik begrijp dat uw geschiedenis ook een ongeschreven geschiedenis is. Ik vertel het Frankie, dat de geschiedenis zal het Hollands vertellen. Ja. Oké, goed. Hij gaat er dadelijk in de dienst iets over vertellen, maar dan weten we nou in ieder geval dat alles wat je ziet niet opgeschreven is. Er zitten dus ook nog heel veel analfabeten onder de Sinti's en de Roma's, maar dat hoort bij hun traditie. Dit vanavond een heilige avond. De mooiste avond eigenlijk van het jaar. De avond van het vuur. Het vuur wat wij zo graag brandend houden in ons leven. We zijn er weer, hier in Roermond. 2005. We zijn er weer voor de 23ste keer, voor de 23ste keer, beste mensen, hier in Roermond. 3000 jaar. Dat is uit de tijd van Babylon, aan de toren van Babylon. Daar waren mensen wouden een toren van Babylon bouwen, die wouden naar God toe. Maar daar konden ze niet komen. En één keer is die omgevallen en het was gebeurd. En iedereen kreeg hem weggestuurd door de Heer, door God, waar ze naartoe moesten gaan. En daar gingen ze, iedereen. En wie kwam te laat? Wij. Wij Sinti, wij waren te laat. Zal ik daar een kruisje over maken? Doe jij vasthouden? En we zegenen dat in de naam van de Vader. En de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heel mooi kruisje. Wow.
Welkom terug. Het is nu zaterdagavond. Het is 6:30. Eigenlijk al 7:00, half uur te laat. Ze hebben vanmiddag de inzegening gehad door de hulpbisschop. Zijn de caravans en de woonwagens gezegend op het terrein. Nu is de bedevaart waar het eigenlijk om gaat. We gaan dadelijk hier het park in tegenover de kerk in het zand. De kapelletje in het zand in Roermond. We gaan dadelijk de kruiswegstaties doen. Voor op een orkestje en ze zijn zich nu aan het verzamelen. Dus ik ben benieuwd. U weet zelf niet hoe oud u bent en waar de taal vandaan komt, een oude taal, het Sanskriet. En wij zijn gevoelig voor het verleden, voor onze voorouders, voor onze overgrootouders. Waar komen we vandaan? Waar ligt onze wortel? En heel veel mensen weten dat die wortel ergens heel ver weg ligt. Zo jongens, dat gaat nog wel een tijdje door. Dit is station 6 en we hebben er nog 6 te gaan. Met andere woorden, dat duurt nog wel even. Dit was het voor vandaag Niveau TV Magazine. Er gaat straks nog een feestje plaatsvinden. Ik weet niet of we worden uitgenodigd. Zo niet, tot de volgende keer bij Niveau TV Magazine. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Golfcourse Bakker Bos en Niveau Euregio Magazine. Unieke situaties en niet alledaagse beelden. U ziet het bij Niveau TV Magazine.